is het even met een nieuwe video. Kasten 1001 met een nieuwe video. Eindelijk weer eens een video van een criterium in deze post-coronatijd. We zijn vandaag in Ossendrecht voor de wielerronde van Ossendrecht. Frank van den Broek rijdt daar bij de elite slash beloftes met de GoPro. Het is een wedstrijd die onderdeel uitmaakt van de Woensdrechtse wielerzomer. En er zijn heel veel renners op afgekomen. 117 man doen er vandaag mee. En ook continentale teams als Volker Wessels, Vlasman en Metex zijn vandaag aanwezig. Het is warm in Ossendrecht. We rijden op een parcours van zo'n 2,1 kilometer lang. Het is een vrij snel parcours. En er zit verder nog een klein stukje berg op in met de finish op de klinkers in het dorp. We zagen zojuist al even dat Frank van den Broek direct de aanval koos. Samen met onder andere Eloy Raas blijft de man uit Voorhout een tijdje vooruit, maar ze worden alweer snel ingelopen. We zijn zo'n half uurtje aan de koers bezig als er 6 renners zijn die zich hebben losgemaakt uit het peloton. Alle continental teams die ik zojuist al eventjes noemde hebben een mannetje mee, maar in het peloton wordt op zich nog prima rondgedraaid. Frank die zit lekker achterin. We hebben weer een nieuwe situatie in de koers. Timo Jong is weggereden samen met Thijs de Lange. En de mannen van Volker Wessels en Metek proberen hun voorsprong op de achtervolgers uit te breiden. Nog 3 rondjes te gaan, de finale komt dichterbij en onze 2 koplopers rijden nog steeds vooruit. Daarachter zien we 12 man die het gat proberen te dichten en nog wat verderop rijdt dan het peloton. Die lijken verslagen. We
gaan richting de laatste ronde. En Frank die schuift nog eventjes wat op in het peloton. Een echt goede podiumplek of iets dergelijks zit er niet meer in. Maar de man uit Voorhout wilde natuurlijk graag alles uithalen wat erin zit. Björn Bakker en Max Kroonen zitten in zijn wiel. Terwijl we kijken naar de finish. En daar is het Timo de Jong die het haalt vlak voor Thijs de Lange. En die moet nog flink doorgerijden om dat achtervolgende groepje voor te blijven. Dat lukt nog net. Derde plek voor Carlo van den Berg. Vierde wordt Hart Thijs de Vries. En vijfde wordt Daan van Sint Maartensdijk. Kijken we inmiddels mee met de beelden van de GoPro van Frank van den Broek. Zien we dat de twee mannen die overigens niet overnamen, nog over de man uit Voorhout heen kwamen. En ook een aantal man uit het peloton sprinten de wattagebezoek aan nog voorbij. Het resulteert in een 25e plaats voor Frank. En dit was dan deze video. Timo de Jong is de eerste leider in de Woensdrechtse wielerzomer. Die trouwens een week later verder ging in Woensdrecht. Ook daar stond Frank aan de start en ook daar komt een filmpje van online. Zorg dus dat je mijn kanaal in de gaten houdt. Verder willen we ook nog eventjes de organisatie bedanken voor het organiseren van deze wedstrijd in deze moeilijke tijd. En dan zien we jullie graag zo snel mogelijk weer terug. Joejoe!